Welkom bij de eerste sessie in de reeks Masterplan Nieuw West. Mijn naam is Sameer El Hadawi en aan mij de eer om jullie host vanavond te spelen. Het thema van vanavond is dus Masterplan Nieuw West. En de vragen die centraal staan zijn: wat houdt het precies in? Waarom is het belangrijk? En voor wie is het? Nog een reeks aan andere vragen worden vandaag gedeeld, uh, en want ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik ga in gesprek met drie heren uh, en de eerste is Emre Unversasiel, voorzitter van Nieuw-West. En daarnaast hebben we Hassan El-Hashouchi en Soumadi babang Utomo. Ik begin uh, met Emre, welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Hoe gaat het met je? Goed, dank je. Ja? Dank je. Ben je aan het genieten van de zon? Uh, jawel, zover, <laughs> zo, zover dat lukt. Mooi. Um, voor de mensen uh, thuis, het is een hele bijzondere avond. Want uh, het Masterplan Nieuw-West, dat, dat ik, ik kom zelf uit Nieuw-West en ik hoor overal dat mensen dat het een beetje het erover hebben en nog niet helemaal weten wat ze kunnen verwachten. Dus vandaag, vanavond hier, uh, zijn ook niet alleen bewoners aangeschoven, online aangeschoven, maar ook ondernemers, uh, mensen die Nieuw-West aan warm hart toedragen. Dus jullie zijn allemaal van harte welkom. Niet alleen bij het eerste gedeelte, het eerste half uur, maar na dit half uur, na deze studiosessie, hebben we nog een brainstorm. En dat doen we via de Zoom. Op het eind, dus ongeveer over een half uur, ronden we dit af. En dan deel ik hoe jullie uh, via de, in de Zoom kunnen komen en dan mee kunnen doen aan de brainstorm. Het is super belangrijk dat je nu je stem laat horen, uh, want dat willen we. We willen geluiden vanuit Nuwest op kunnen nemen in het masterplan. Dus we hopen dat jullie niet alleen het eerste half uur hangen. Uh, daar, ik hoop dat jullie geïnspireerd raken en dus blijven hangen en meedoen aan de brainstorm. Emre, om meteen uh, van start ja. te gaan. Want ik denk dat heel veel mensen uh, het masterplan wel gehoord hebben, maar niet precies wat het in, weten wat het inhoudt. Dus de eerste vraag is, wat is het masterplan Nieuw-West? Het uh, masterplan Nieuw-West uh, is een plan wat uh, gemaakt wordt voor twintig jaar. Uh, wat verder eraan bijzonder is, is dat het uh, een andere werkwijze is, waar de overheid niet zelf gaat verzinnen of bedenken of het alleen zelf gaat uitvoeren wat we twintig jaar zouden moeten doen. Maar uh, een maatschappelijke alliantie heeft gevormd met het onderwijsveld, uh, met verschillende bestuurlijke uh, spelers erin, uh, maar ook de uh, woningbouwverenigingen. Uh, OKT en alle relevante partners om die bij elkaar te brengen om de vraag te stellen: wat is de analyse? Delen we die? Uh, wat laten we vaststellen dat uh, met alle, alle beleid die we vanuit de overheid inzetten, constateer ik dat het helaas nog wel uitmaakt uh, wat je postcodegebied is of waar je geboren ja. bent. En met alle goede intenties, uh, alle inzet die we doen, ongelijk investeren, moeten we ook met elkaar vaststellen dat uh, is dit het en nemen we hier genoegen mee? En het antwoord is daarop volgens mij nee. En wat je behelst is dat je kiest voor het perspectief van de jeugd. Daarom neem je een termijn van 20 jaar, in de hoop dat je dat ook uit de politieke grillen haalt. Hè? Ja. Maar dat we met elkaar zeggen we committeren ons voor minimaal 20 jaar. Dat doen we samen met partners, samen met de bewoners. En we doen het om een doorbraak te forceren. En de doorbraak zou moeten behelzen dat een kind dat opgroeit in die West evenveel kans heeft als een kind wat opgroeit, elders in de stad. En, en um, je, je sluit hem heel mooi af en uh, misschien wil ik daarop doorgaan, want waarom is het überhaupt nodig, zo'n masterplan voor de komende twintig jaar, specifiek voor Nieuw-West? Ik weet dat het ook in Zuidoost is, maar waarom is die Nieuw-West nodig? Omdat, uh, uh, kijk, uh, uh, grote delen van Nieuw-West, kan ik gewoon vaststellen dat de leefbaarheid uh, onder het Amsterdams gemiddelde is. Ja. Uh, wat betreft veiligheid merk je dat Nieuw-West een grotere opgave heeft als de rest van de stad. En als je daarbij optelt dat juist in Nieuw-West de meeste jongeren van, dit stad, uh, van de stad Amsterdam wonen, ja, je zou toch gek zijn om niet nu te investeren, want uh, zij gaan het verschil maken in de ja. toekomst. Hè? Het is toch zonde om dat kapitaal niet te benutten? Niet alleen voor de jongeren zelf, ja. dat is al een, uh, een pijnlijke constatering, maar ook voor de samenleving. En ik, ik zeg, de samenleving kan het zich niet permitteren om dit stukje sociaal kapitaal, om dat rendement er niet uit te halen. En um, nou zet ik even een hoed op van de kritische burger die waarschijnlijk meekijkt, ja. of de kritische bewoner, uh, en die zal denken: ja, er zijn al talloze aanpakken geweest de laatste tientallen jaren. Waarom is dit per se anders? Mm, uh, ik denk wat voorbij het anders zijn is, ik denk heel veel van die aanpakken hebben ook gewoon gewerkt. Ja. Kijk, als we nu kijken naar het huidige collegeperiode, uh, hebben we de ontwikkelbuurt aanpak. Dus de stad weet al lang dat er is iets extra nodig is in delen van de stad. Uh, heeft het gewerkt? Ja. Is het voldoende? Nee. Het is niet de doorbraak die we willen. En ik weet, er zijn meerdere stedelijke vernieuwingsprogramma's gedraaid in het land, maar ze stoppen iedere keer. Ja. Dat is het probleem. En ieder die denkt, de illusie heeft dat je in een, in een programma van vier jaar achterstanden weg kan werken zoals ze zich hier voordoen. Uh, denk, laten we onszelf niet voor de gek houden. Dus ja. ik, heb, ik twijfel op geen moment aan alle intenties. Maar wat je nodig hebt, is dat je een plan durft vast te leggen. Long-term commitment. Omdat je het besef hebt, ik zeg, je moet minimaal twee generaties helpen en bedienen, opdat ze zelf in staat zijn om die verandering ook in de eigen leefomgeving voor te zetten. Uh, wat, is, wat zou anders zijn? Wat anders is hierin, is dus wel de werkwijze, dat de overheid beseft dat je het niet alleen hoeft te doen, maar ook niet alleen. Kunt doen. Dus je zoekt naar die verbreding, je zoekt naar maatschappelijke partners. Uh, en ik hoop dat het Rijk ook uh, die urgentie met ons deelt. Het zijn 15 burgemeesters in het land, 16 gebieden. In Amsterdam zijn het twee gebieden, dus, Zuidoosten en Nieuw-West, die eigenlijk tegen uh, het nieuw te vormen kabinet hebben gezegd. U kunt zich niet permitteren om deze delen van Nederland, deze delen, uh, eigenlijk uh, niet om daar niet ongelijk in te investeren. Ik durf zelfs te zeggen, als je dat niet doet, laat je ze in de steek. Hè? Want we weten inmiddels wel dat die doorbraak en verandering, zoals die gewenst is, zoals die nodig is, die komt er dan niet. En we oh. kunnen wel met elkaar, uh, uh, SEC, een programma draaien waar we zeggen, uh, we gaan wat huizen slopen, we gaan wat huizen vernieuwen, maar dat gaat het probleem niet oplossen. Nee. Maar ook het integraal, die verbreding, uh, waar elementen in moeten zitten als beleidsvrijheid, uh, dus beleidsruimte. Mogen we hier iets anders doen oh. omdat de situatie anders is? Mogen we even het kader loslaten? Mogen we verkennen wat zou werken. Maar ook gewoon even uh, woord bij daad voegen. En zorgen dat uh, ongelijk geïnvesteerd wordt. Mooi. En dat betekent niet uh, 10.000 euro hier een, uh, een ja. clubje. Nee, het betekent dat je een grotere vraagstuk met elkaar durft te tackelen. Dus eigenlijk zeg je: on je durf ongelijk uh, te investeren. zodat je zorgt voor meer gelijkwaardigheid in de stad. Exact. Want kijk, uh, wat ik vooral wil is: één, die analyse is belangrijk. Hè. Uh, het is ook niet altijd geweest in alle discussies uh, die ik. Al jaren voor moest ik eerst uh, argumenteren dat er een ongelijkheid was. Ja. Ja, dat ik. ik moest <laughs> uitleggen dat het echt niet lag aan het feit dat de mensen hier bij ons niet willen. Mm -hmm. Nee, uh, ik weet nog tijden dat je bijna niet in kon brengen dat er uh, uitsluiting was, laat staan systematische uitsluiting. De tijden veranderen. Ja. Dus waar ik vooral op zoek ben, is dat we die discussie eerlijker kunnen voeren. En daar hoort ook een stukje terminologie bij. En als we dan de analyse delen, voor beide overheid, met partners, met onderwijsveld, en iedereen dezelfde kant op kijken. En we gaan hier niet regulier beleid opnieuw uitvinden. Laten we ook met elkaar vaststellen dat we zoeken naar een plus. Mm -hmm. Je zoekt naar iets extra's en dat minimaal 20 jaar vast te houden. En ook de bedrijf... Uh, ook uh, de ondernemers en het bedrijf, bedrijfsleven, zal hier een rol in moeten oppakken. Ja. Niet alleen omdat ik dat van ze vraag, want hetzelfde argument. Je toek, het grootste kapitaal uh, wat zo'n ondernemer heeft, is human resource. Nou, kijk naar de stad, kijk om je heen. Mm -hmm. dat, daar zal je iets mee moeten. En in die west kenmerk zich met heel veel jongeren die dwars door sociaal-culturele en sociaal-economische uh, barrières heen exploderen en, en floreren. Maar zoveel van onze jongeren ja. niet. Ja. En dat is iets waar ik me weiger bij neer te leggen, maar niet alleen ik. Ik zoek daar dus steun bij van allerlei maatschappelijke partners, bovenop met het meest van onze bewoners. Laten nice. we die lat hoger leggen en niet genoegen nemen. Uh, met de situatie zoals die nu is, dat is de kern. Ik neem geen genoegen met de situatie zoals die nu is. En als we niks doen, geloof ik er ook niet in dat over twintig jaar opeens een doorbraak is geforceerd. Nee, ik zou zeggen, kijk, twintig jaar terug, ja. een deel van de discussies. Ja, je zult iets moeten. En um, kijk, uh, het Maasplan klinkt als een gigantisch project. Het duurt ook twintig jaar, dus het zal een groot project zijn. Maar waar, waar ligt de focus op? Dus waar, waar willen jullie meer aandacht op vestigen? De focus, en dat is heel belangrijk, hè? jongeren. Hmm. Jongeren ook al om te kijken, omdat het een perspectief van 20 jaar is. En als je uh, als, als samenleving de meest slimme. En als je, het is niet zeker op jongeren. Als jij een jonge man of uh, jonge meid wilt helpen, dan kijk je ook naar de thuissituatie, naar de gezinssituatie. Wat heeft zo iemand nodig om drempels weg te nemen en een optimale situatie te creëren, zodat, zodat je je kan ontwikkelen? Zodat ja. je je eigen perspectief kan verbreden. Uh, maar de, uh, de focus ligt wel degelijk op de jongeren. En hoe. Kijk, ik werk heel veel met jongeren in Nieuw-West en uh, helaas is er bij heel veel jongeren ook een vorm van wantrouwen naar de overheid, naar ja. het stadsdeel, naar de gemeente. Uh, en dat komt omdat ze heel vaak wel, het gaat dan over jongeren, maar ze worden niet bereikt of niet meegenomen. Ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het masterplan wel deze jongeren bereikt en meeneemt in dit proces? Ik, ik, heb, zeg, ik heb een hele goede ervaring met sommigen van jullie bekend, hoe we dat hebben gedaan met onze eigen banenplan. Ja. Want die heb ik niet verzonnen. Hm. Ik heb dat losgelaten. Uh, toen was het de, het begrip co-creatie was toen zelfs nieuw voor, voor mij. mij. Zo leer je nog iets. Maar wat daaruit kwam, heeft mij gefascineerd. Gefascineerd. En ik heb dat omarmd. En omdat het vanuit de input en de leefwereld van de jongeren zelf is gekomen, merk ik nu ook dat de eigenaarschap groter is. Ja. Die wantrouwen wordt ook weggenomen. Want zij weten, het, is, het, is, het was uw eigen idee. En wij zijn het ten dienste. En nu gaan we die uitvoering in. Wat kan ik voor u betekenen? Ik hoop ook met het masterplan. Hebben we dus een opzet per dag waar we. Gesprekken voeren. Ik heb deze week uh, met het kindercollectief uh, gesprek gevoerd over wat zij belangrijk vinden. Kinderen van 10 tot 13. Zeer relevant. Want zij, ik hoop dat zij dus over 20 jaar onderdeel ja. zijn van die verandering. Het fascineerde me overigens. Waartoe kinderen in die leeftijdsgroep in staat zijn. Ja. Wat ze al zien. Uh, ik vond het op onderdeel ook gewoon confronterend. Uh, zo gaan we ook in gesprek met jongeren. Ook een deel van het collectief, uh, die we dus hebben kunnen mobiliseren. Dankzij uh, de. Uh, Banenplan. Uh, zo gaan we in gesprek met heel veel vrouwen en meiden uit Nieuw-West. Die hebben een totaal andere beleving, een ander perspectief. Maar we hopen ook nadat we, dus, een en ander met onze partners, nadat we heel veel hebben opgehaald uh, in co-creatie, inspraak, noem je het u, uh, maar die draagvlak hebben gerealiseerd. Als wij in staat zijn iets op papier te zetten en daar doorbreken bij te formuleren, hoop ik ook samen met leden van de Alliantie dat we in september zeggen: en nu, nu, gaan we het, nu gaan we het aan het volk laten zien. Herkent u dit? Staat u erachter of niet? Want als je wilt dat die verandering, zeker als 20 jaar, uh, de inwoners van die west moeten erachter staan. En dan hoop ik dat we de fase voorbij zijn dat ze de vraag hebben: wat is het precies of mm. wantrouwen? Maar dat ze beseffen: het is van ons samen. Ja. En, en u, u kunt hier een verschil in maken als u een rol wens op te pakken. Mooi, en uh, we hebben het nu over jongeren, dus dan kan ik heel mooi een bruggetje maken naar onze uh, volgende uh, gast. Jij blijft lekker zitten. Ja. Uh, Hassan El-Hashhosi, directeur van uh, Calvijn, met junior college neemt plaats. Welkom. Welkom. Semmy, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Hoe is het met je voordat we starten? Hoe ja, gaat heel, het? Goed. heel goed. Ik heb uh, de hele dag met jongeren uh, gewerkt uh, en dat is altijd genieten na eind van zo'n dag. Met tevredenheid naar huis kunnen gaan. Dat, jij, ja. uh, dat je de hele dag tussen die jongeren. in een gesprek met die jongeren. Dus bij mij gaat het uitstekend. Het weer uh, is ook uh, prachtig. werkt mee, hè? Ja. <laughs> je bent uh, directeur van uh, het Calfijn. Heet het nog het Calfijn of het Calfijn met Junior College? Want zo nee, ken ik het, het, nog. Um, het heet uh, nu. Het, uh, in het verleden, inderdaad. Ze het uh, Calfijn met Junior College. Ah, ja. Maar het heet uh, Calfijn College. Korter. Oh, ja. Calfijn College. Ja. En uh, kan je iets meer vertellen over het Calfijn College? Wat voor school is het? Waar... Uh, Um, ik weet dat het in Nieuw-West is, maar misschien dat heel veel mensen nog geen idee hebben wat het Calfijn College is. Uh, het Calvijn College is een, uh, is een hele speciale, bijzondere plek. Eigenlijk ook een ja. bijzondere school in uh, Nieuw-West. Uh, het is een, uh, een VMBO-school in combinatie met de MBO. Dus wij doen ze allebei op één school. Dus dat betekent dat die jongeren heel lang bij ons op school blijven... ...totdat ze met een, st een startkwalificatie de, de school uitlopen... Uh, uit, uh, de school zit ook op een bijzondere plek, bij, uh, op uh, Pieter -Kallantlaan, aan, oh, ja. Uh, ja in de buurt van uh, station Lelylaan, ja. um, nou ja, in het hart van uh, Nieuw-West. Het uh, is een mooie school met, uh, met heel veel leerlingen in de leeftijd van 12 tot, uh, ja, ze, blijven, ze kunnen bij ons tot uh, 17, uh, 16, 17, zelfs 18 uh, blijven. Ja, een school die net als Nieuw-West een enorme reis heeft mogen meemaken de afgelopen jaren en nu een prachtig. Ja, ik, ik gaf er nog les toen het... In het andere gebouw zat en nu is het een prachtig groot gebouw. En, uh, het is ja. voor mij een soort van kenmerkend voor Nieuw-West, de stappen die uh, Calvin College de afgelopen jaren heeft genomen. Ja, zeker. zeker. Het is echt een, uh, een prachtige plek. Uh, de school heeft inderdaad wel een, uh, een geschiedenis in Nieuw-West. Um, uh, maar goed, het is ook wel nu een prachtig gebouw. En ja. ik ben er heel blij mee. Not blij voor de jongeren dat ze zo'n gebouw hebben waarin ze uh, uh, zichzelf kunnen zijn en uh, zich kunnen ontwikkelen. Uh, en ook een ontmoetingplek voor, uh, voor, uh, voor alle jongeren. En over die jongeren gesproken, wij waren net al begonnen. Um, je, je hoort heel veel dat de jongeren in uw West minder kansen hebben. Is dat ook iets wat jij herkent? Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. En het is ook eigenlijk mijn. Uh, Um, uh, drijven om ook in Nieuw-West te werken en te blijven werken. Ik heb al wel heel lang in Nieuw-West uh, gewerkt. Mm -hmm. En ik vind dat ze... Dat ze uh, uh, het, het is zo'n mooie uh, mooi jeugd in Nieuw-West. In, in, uh, ja. En ze verdienen beter. Uh, beter in die zin dat ze gewoon een mooie... Uh, uh, nou, mooie scholen. Uh, nog veel mooiere scholen waar eigenlijk alleen maar geleerd moet worden... maar ook wel een uh, ontmoetingplek uh, moet zijn... Um, uh, maar ik merkte ook wel in Nieuw-West in, in dat uh, in vergelijking met andere delen van Amsterdam, maar ook landelijk, dat uh, de, kansen, de kansen voor de jongeren toch beperkt zijn. Als dus het gaat om vrijtijdbesteding, uh, huisvesting, uh, leefbaarheid, ook, uh, terwijl het een heel ondernemend ja. jeugd is in ja. Nieuw-West. Ja. Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Dus dat jongeren minder ja. kans hebben in Nieuw West. Ik, ik, in? ik herken dat en ik bevestig dat. En het gekke is, dat heeft niet eens per se te maken met met het aanbod wat je als overheid organiseert ja. of de voorzieningen, dat heeft alles te maken met het besef dat de thuissituatie van iemand ook impact heeft over of je in staat bent de kansen te herkennen en te grijpen. Hm. Uh, ik, had, ik, geef, ik geef een voorbeeld uit de praktijk. Ik, ik had laatst uh, was een groepje jongens die veroorzaakten het overlast, uh, hebben een gesprek mee gehad, hebben verschillende werkwijzen voor. Op we een gegeven moment eh, bent een stukje normerend, maar hm. we vragen altijd ook wat heb je, wat heb je nodig? Eh, want je zit hier te etteren. Yeah. Maar je wilt vast iets anders doen. En dat komt terug. Uh, een paar van de jongens hadden een specifieke wens. Eentje wilde sporten. Ik zeg: Ik kan voor je organiseren dat je kan voetballen. He? Dat kan mm. via onze partners. Zeker nog ik kan zorgen dat je in een clubverband voetbalt. Ik heb geen kiks. Ik zeg: Dat kunnen we ook regelen. Want die voorzieningen die zijn yeah. er in Amsterdam. Wij vinden dat ieder kind uh, daar toegang toe zou moeten hebben. Nou, die begint daar te spreken. En ik kom via een van de jongere erachter. Uh, die een vertrouwenspersoon wordt, na twee keer. Dat het waren twee broers. Nou, die twee broers hadden een thuissituatie um, waar er geen inkomen meer was. Hm. Ik ga je niet helemaal tegen hoe dat werkte, want het inkomen ja. was gewoon letterlijk nul. Ze woonden samen met mama en het kwam er neer dat de twee jongens honger hadden. En dat raakte mij. En als je hm. beseft dat die jongen op dat niveau, hè, piramide van, hij was bezig met overleven. Ja, letterlijk. Hij was ja. bezig met overleven. En als je bezig bent met overleven, dan denk je aan de dag van vandaag. Want je denkt aan de volgende maaltijd, je denkt aan Kort een stukje praat. waardigheid, hoe ik mezelf staande. En trots als ze waren, brachten ze het ook niet in. Hè? Hm. Ze brachten het ook niet in. Maar pas vanuit die vertrouwenspositie kon je de vraag stellen van hoe is die thuissituatie? Ja. Kan ik wat voor je betekenen? Dat was voor ons een ingang om toch te kijken wat er aan de hand was. He, want in dit geval als je die twee jongens wilde helpen, moest je ook moeder in de thuissituatie helpen. Ja. Ja. Moment dat je dat doet, beginnen ze in je te geloven. Maar het belangrijkste is dat je creëert een basis waar je überhaupt kan denken aan perspectief. Ja, precies. He, want uh, iedereen was uh, was voor iedereen een eye-opener met de reportage over schulden. Ja. toch? Dat men besefte van als jij zo gefixeerd bent met zorgen en schulden, betekent dus dat je niet in je hoofd gaat verkennen uh, wat voor uh, kansen er wel niet liggen en je gaat niet durven dromen. Mm -hmm. En dat is het probleem. Zodra onze jongens en, en meiden niet meer dromen, ja. wordt die lat lager gelegd, vertrouwen de vertrouwende samenleving verandert, uh, men voelt zich in een hoek gedrukt. En wat gebeurt er als je, jongen, uh, als je mensen in een hoek drukt? Maar zeggen ze oké, okay, de middelvinger tegen de samenleving. Ja. Zeggen ze, hier gelden dan mijn normen en waarden en ik wil dat doorbreken. En, um, en nu komt het masterplan en we hebben het dus over dat jongeren uh, minder kans hebben. Hassan, jij, jij herkent dat, Emre, jij ja. herkent dat. Is, is het, kan het, uh, het masterplan daar een antwoord op zijn, Hassan? Ja, ik vind het van wel. Kijk. Um, um, ik zou eerst even zeggen waarom ik het ook belangrijk vind dat. Uh, ik werd gevraagd om, um, om deel te nemen aan, ja. aan, uh, uh, aan de alliantie. En ik heb, uh, um, uh, toen ik hoorde dat het gaat over een langere periode, hè. we gaan plannen maken met, met elkaar, uh, maatschappelijke instanties, overheid. Iedereen doet mee. Hè. Het college doet mee, het burgemeester doet mee, bewoners doen mee de jongeren doet mee. Toen heb ik direct gezegd, omdat ik het zo belangrijk vind dat het om een langere periode ja. gaat. Het is geen project van, uh, als het een project van wa wat we gewend zijn, van een project van een jaar, van ja. een collegeperiode. Da daar had ik ook wel gezegd, en dat hebben we ook vaak gehad. Maar dit hier gaat het om een langere periode. Het gaat om uh, bijna een hele jeugdfase. Uh, uh, dat we iets gaan uh, bouwen met elkaar, zodat deze jongeren, die nu eigenlijk geboren hmm. worden, het gaat ach, kom. Uh, jongeren van 0 tot 27, in mijn geval, waar ik er eigenlijk voor, uh, voor graag voor uh, plannen uh, helpen ontwikkelen. Um, uh, dat is voor mij belangrijk om daar deel aan te nemen. Ja. Um, uh, masterplan gaat zeker uh, iets, uh, iets in die zin iets uh, uh, betekenen voor de jongeren. Uh, nogmaals, om die, om die reden dat het gewoon maar een langere periode gaat. Het is niet een project van. Oh, daar ontstaan problemen, dus daar gaan we daar ja, even precies. een klein project voor hebben. Maar hier gaat het gewoon om huisvesting, gaat om leefbaarheid, gaat om werk. Bij mij in mijn geval gaat het om stage. Dat mijn hmm. leerlingen, leerlingen van de school in Nieuw-West, dat ze juiste stage hebben, de juiste begeleiding hebben. Dat ze makkelijk ook wel gewoon stageplekken kunnen vinden, ervaring op kunnen doen. Uh, en ook uh, straks werk hebben. En dat thuis een mooie en leuke, een fijne huisvesting hebben. Ja. Een ruime huisvesting waar ze met z'n allen lekker kunnen, kunnen, kunnen leven en, en leren en studeren. Uh, dus voor mij, daarom het is niet, gaat er niet alleen maar. Ik ben natuurlijk vertegenwoordigd mezelf, maar ook het onderwijs. Ja. Uh, met name het VO, MBO. Uh, maar het gaat er met name dat, uh, dat het gewoon het hele uh, uh, nou, leven van, van de jongeren, dus hun ouders. Uh, werk, omgeving, uh, leuke winkels ook in, uh, in de omgeving. Mm -hmm. uh, dus veel breder dan alleen maar uh, het, het stukje van... Uh... Ja, het, het heeft natuurlijk ook allemaal met elkaar te maken. Zeker, uh, dat is het lastige van uh, de projecten die vooral op uh, uh, basis... die worden gebaseerd op uh, kleine problemen oplossen. Want die problemen hebben, komen uit grotere problemen. Zoals je zegt, de huisvesting. En, uh, het Maasplan kan daar inderdaad een oplossing uh, voor bieden. En je vertelt net wat, wat je uit uh, het Maasplan wil halen. Uh, maar wat kom je vanuit je rol als schooldirecteur brengen? Uh, voor mij, uh, uh, nou ja, in, mijn, uh, in die zin, uh, kijk, ik wil het gesprek ook straks ook met de jongeren, op mijn school, uh, om te luisteren. Want vaak denken we dat we dat weten voor ja, de jongeren. Ja. Maar je moet ze ook wel even uh, bevragen en uit, uh, uitnodigen. Om echt met hun dromen, met hun ideeën, van wat zou je eigenlijk niet alles uh, uh, meteen uh, bewerkstelligen. Maar je, je, het dromen van de jongen. Wat, wat, uh, wat vinden ze belangrijk? dat, dat, wil, ik, uh, dat wil ik naar luisteren, daar wil ik ze uitnodigen. Maar ook jongeren die niet bij mij op school zitten, gewoon uh, Amsterdamse, Nieuw-West uh, jongeren, om mee te praten over wat, uh, welke ideeën heb je nou over de toekomst en wat is ze uh, nodig, zodat je in een. Uh, uh, beter, veiliger, leukere omgeving uh, kunt leven. Dus het uh, is dus voor mij, ook met mijn collega's van andere scholen in Nieuw-West, het gaat niet alleen maar om uh, VO-scholen, maar ook basisscholen, MBO-scholen, uh, om daar gewoon in gesprek te gaan om uh, uh, in, met elkaar uh, een mooie, mooie plannen te maken en die ook in uitvoering te brengen. Hassan, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Um, ik denk dat en niet alleen een bijdrage voor vandaag, maar natuurlijk ook bij uh, het masterplan. Ja, graag gedaan. Dat doe ik heel graag en uh, wellicht tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer hopelijk, ja. want het is, uh, er zullen meerdere sessies volgen. Dus okay. tot dan. Ja. Um, tot ziens. Onze volgende gast is uh, Somadi. Somadi, schuif aan. En in de tussentijd wil ik uh, ja. Huub Zeeman bedanken voor de mooie foto's die jullie op de achtergrond zien uh, verschijnen. Uh, deze foto's zijn genomen in Amsterdam New west nogmaals door Huub Seeman. De tussentijd is Somadi aangeschoven, dankjewel. Hallo. Um, er staat, Somadi is een actieve buurtbewoner en, en um, volgens mij ben je superactief. Kan je ons even meenemen <laughs> in wat je allemaal doet voor de buurt en dan... Uh, nou, volgens nee, mij gaat het om Sierplein, maar trek hem vooral zo breed als je wilt. Ik ben een paar jaar geleden begonnen uh, in de regiegroepen. Dat heb ik bijna vijf jaar gedaan. Dus uh, ik ben, uh, heb uh, buurtinitiatieven beoordeeld. En gekeken van, nou, wat zijn de mooie initiatieven? Wat moet er beter? Wat moet, uh, wat er moet niet ook. Uh, daarnaast uh, zit ik in het uh, Buurtfonds van uh, het Fonds voor Nieuw West. Het, uh, uh, het Buurtcomité voor het Fonds ja. voor Nieuw West. En uh, ik heb uh, uh, het platform. Voor de Sierpleinbuurt heb ik opgericht. en uh, die houdt zich bezig met het uh, formuleren van de omgevingsvisie in de sierpleinbuurt. En uh, wij zijn dus met een heleboel bewoners die, die, die sierpleinvisie samen aan het vormgeven. Oh, mooi. Het, het, het mooie aan Nu West vind ik altijd dat de, de mensen zoals jij. Um, jullie zijn die informele kennisbronnen van Nieuw-West. Die zoveel ervaring en kennis van de omgeving. Ja. En uh, bij jou wil ik dan dezelfde vraag neerleggen. Waarom is het masterplan nodig met al jouw kennis en ervaring die je hebt over Nieuw-West? Waarom is dit nodig voor Nieuw-West? Ja, er is, het is een, uh, ik vind het een bijzonder dynamisch stadsdeel. Ik vind het ook fijn om te wonen, maar je voelt ook de pijn dat er van alles niet goed werkt. Ja en ik wil daar, ja, je kan daar alle de details kan natuurlijk in, in gaan maar dat is het eigenlijk niet en, uh, maar je voelt als bewoner, voel je dat er iets mist en, en uh, eigenlijk iedereen weet wel wat dat is en dat is, dat is waar, waar er een masterplan voor nodig is oh, dat, dat is super interessant, want wat is het volgens jou dat er mist? is dat het masterplan of is er specifiek iets waar het masterplan aan werkt? Nou, wat, je, vooral heel erg, wat ik heel erg merk is dat het moeilijk is voor mensen om contact met elkaar te maken. Er zijn geen plekken om elkaar te ontmoeten. Hmm. Er zijn geen media om, om dingen uit te wisselen van bewoners. Ik heb zelf nou de Goede Sier opgericht samen met, met, met buurtbewoners. En dat is een buurtkrantje wat buurtnieuws uh, uh, ja, wat bekend maakt. Ja, dat je, je zit in de Westerpost. En dat, dat zijn dingen, er moet veel meer contact komen, zodat we een echte gemeenschap worden. En dat mist het, dat mist heel erg. En, en nu kom je denk ik op een heel belangrijk punt. Um, want daarin uh, heeft de bewoner een rol. Ja. Uh, alle, uh, de, alle, uh, dus de gemeente heeft een rol, stad heeft een rol, maar de bewoner ook. Welke rol zou de bewoner kunnen aannemen bij het masterplan en hoe moet die bewoner en zijn of haar stem gefaciliteerd worden in het masterplan? Ja, het is zo dat. Um, dat kwam ook al een beetje aan de orde van uh, daarnet. Er is een zeker wantrouwen van bewoners ten opzichte van de, van de overheid. En de, de bewoner wil graag bijdragen. Dat, dat, dat wil een bewoner, die wil bijdragen aan het geld, die, die voelt dat die verantwoordelijkheid kan nemen, en die wil ook de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen buurt, voor zijn eigen wijk. En, uh, dus, uh, en, en een bewoner die wil het ook op een positieve manier. Die ja. wil niet lopen, kankeren en zagarijnen. Want dat, dat is alleen maar uh, ja, dat houdt de toestand in op dezelfde manier in stand. Uh -huh. Dus, uh, dus da daarom heb ik gedacht van. Nou, Laten we het nou eens anders doen en laten we de bewoner ook een belangrijke rol geven in dat masterplan. He, dus uh, bewoners daarvoor moeten ook veranderen. Dus je, ik zal het even noemen. Het, dus het masterplan, zoals ik denk dat daar aan toegevoegd moet worden, is dat actieve buurtbewoners, georganiseerden en platformen in Nieuw-West worden bij het vroegtijdig worden bij het vroegste begin van het masterplan betrokken. Buurtbewoners en gemeenten zitten aan één tafel om het masterplan te ontwikkelen. Zij zijn gecommitteerd een langdurige relatie met elkaar aan te gaan. Wij organiseren ons zo dat zoveel mogelijk actieve bewoners en netwerken bij het masterplan worden betrokken. En de gemeente gaat zich op zo'n manier organiseren dat zij met een vast team van beslissers transparant en langdurig een relatie aan kan gaan met buurtbewoners in uw west. Als beide groepen zich georganiseerd hebben, komen zij begin september voor het eerst met, bij elkaar om het verdere plan te gaan bouwen, de volgende twintig oh. jaar samen te werken. Hoe, hoe klinkt dit voor jou, Emre? Het is helemaal uitgedacht. Uh, uh, <laughs> ik, ik word er heel blij van, in die, ieder geval. Ik weet niet hoe de jij kern je... wat ik eruit pak, wat het belangrijkste is, van, uh, los hoe we het organisatorisch vormgeven, is het, het besef ook met onze bewoners dat we het voor 20 jaar doen. Ja. Ik geloof ook niet in een plan wat we nu gaan maken, wat het antwoord is. Voor 20, het moet een levend document worden. Want de allianties en de groep bewoners en de eigenaars zullen in dat 20 jaar ook veranderen. En je hoopt natuurlijk ja. dat die nieuwe lichting, die jonkies. Hè, dat groep waar ik laatst mee sprak, 10 tot 13 jaar. Nou, als wij twintig jaar bezig zijn, je hoopt dat ze over tien jaar hun rol oppakken. Uh, het belangrijkste is, uh, ik weet u te vinden, ik organiseer dat wel. Uh, het belangrijkste is, als je wilt dat het gedragen wordt door de bewoners, wat echt belangrijk is. Ja. Als ze het niet geloven en geen verbetering verwachten, dat doet iets met het perspectief, dat doet ook iets met de houding. Ik heb het nodig uh, dat, ze, uh, dat onze inwoners erin geloven, zodat ze ook onderdeel zijn. En de schouders eronder zetten. Uh, want zoals ik al zei, we gaan niet als overheid het verschil maken. We kunnen het niet nee. alleen, maar we hoeven het ook niet alleen. Dus het is vanuit ons vooral. Uh, ik ga graag met alle krachten die zich hiervoor willen inzetten. Uh, samen die strijd aan. Mooi. En dat is misschien uh, ook wel een, een, een boodschap voor de bewoner van Nieuw-West. Um, neem ruimte uh, in. Neem ruimte in met je stem, want die heb je. En er wordt naar geluisterd. Um, dus het masterplan dat, dat moet ergens op gebaseerd zijn. En volgens mij is dat de stem van de bewoner. Kan je dat, kan je, je daarin vinden? Nou ja, als je, als je dit voorstel omarmt, dan, dan komt die stem duidelijk naar voren. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik twijfel heb aan de manier, als je dit niet doet, dat bewoners... Uh, ik denk niet dat er een draagvlak is dan ja. voor, uh, voor zo'n zo masterplan. Nee, het, het moet denk ik ook vanuit de bewoners zelf komen. Dus ja. uh, bijvoorbeeld bewoners zoals u dit, dit, die dit geloof hier een bijdrage aan willen leveren. Uh, die, die starten een trend en inspireren weer andere bewoners. Ja, ik denk dat het niet helpt als het vanuit stadstil geforceerd wordt. Dat is, dat is wat Emra ook zegt: overheid ja. gaat dit niet veranderen. Nee. De bewoners moeten dit doen. En daar heb je een paar leiders of, of figuren in de buurt die een, uh, een leidersfunctie hebben of een voorbeeldfunctie hebben. Die, ja, een, le ja, een leidersfunctie zeker. Pakken. Maar ook een structuur ja. hè, die ik, die ik hier aangeef: dat is een structuur van samenwerking. En die gaat het vertrouwen herstellen, die gaat het draagvlak creëren. Samenwerking is denk ik het woord waar we in ieder geval het eerste gedeelte van vanavond uh, mee gaan afsluiten. Ik wil alle sprekers bedanken. Hassan, jij ook. wel, uh, Dank. Dankjewel, dankjewel, je Dankjewel, Samadhi. Uh, iedereen die meekijkt, jullie ook bedankt. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie helemaal getriggerd zijn, mee willen doen, mee willen denken. Dat kan nu meteen. Uh, als je goed uh, naar de slide kijkt, zie je een Zoom-link. Uh, dat is de link die je brengt. Naar de brainstorm. Kijk je mee vanuit de programmapagina van de Zwijger, dan staat er onder het kopje Meer Info een link die je ook brengt naar de Zoom. Kijk je mee via Facebook, wordt er in de chat een linkje gestuurd, ook weer naar de Zoom, die je brengt bij de brainstorm. Bedankt allemaal voor het kijken, bedankt alle aanwezigen en een hele fijne avond.